Gemiddeld loopt u in uw leven 2,5 keer de aarde rond. Dit vraagt natuurlijk erg veel van uw knie- en heupgewrichten. Na verloop van tijd vergroot de kans op slijtage, oftewel artrose. In dit korte filmpje wordt u voorgelicht over uw aankomende knie- of heupoperatie in Nijsmellingen. Artsen en ervaringsdeskundigen schetsen een beeld van wat u te wachten staat. Op deze manier komt u niet voor verrassingen te staan. Wanneer u het behandeltraject van uw knie- of heupoperatie begint, is het belangrijk dat u deze zo fit en gezond mogelijk ingaat. Indien nodig, traint u samen met een fysiotherapeut om u lichamelijk zo sterk mogelijk te krijgen. Dit noemen wij better in, better out. En elke dag ik moest oefeningen doen. En als ik bij hem kwam, moest ik weer nieuwe oefeningen doen. Weer is dat nou goed voor jou, dat is beter voor jou, dat je opereren wil. Het is belangrijk dat u een gezonde levensstijl hanteert. Zorg voor voldoende beweging en gebruik hierbij, indien nodig, pijnstilling. Daarnaast is het belangrijk dat u gezond blijft eten en slechte gewoontes probeert te verminderen. Voor de operatie heb ik elke dag 35 kilometer gefietst. Om maar in het ziekenhuis in een goede conditie aan te komen. Ik ben te zwaar, dat weet ik. Maar dat neemt niet weg dat ik wel een hele goede conditie had. En ook weer heel gauw op de benen was. In het voorlichtingstraject voor uw operatie krijgt u alle informatie over wat u te wachten staat. Ook is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. U gaat in gesprek met de medewerker van de apotheek, een screeningsverpleegkundige, de anesthesist, de verpleegkundig specialist en de fysiotherapeut. We brengen eerst een aantal dingen bij u in kaart. Dan gaan we eens kijken van hoe u op dit moment functioneert. Dat vinden we heel belangrijk, want op basis daarvan kunnen we heel duidelijk alvast van tevoren inschatten hoe iemand waarschijnlijk zal gaan herstellen na de ingreep. Het is erg belangrijk om goed voorbereid de operatie in te gaan. U kunt het beste gemakkelijke en stevige schoenen inpakken samen met comfortabele kleding. Neem daarnaast ook het volgende mee. Uw huidige medicatie, loophulpmiddel en eventueel uw bril en of gehoorapparaat. Voorafgaande aan de operatie heb ik mezelf goed verdiept in van wat mij stond te wachten en waar ik op moest rekenen. En dat houdt in dat als je na de operatie thuiskomt, dat je dan ook van bed af moet kunnen komen. Dat je krukken moet hebben, dat je bed op de juiste hoogte staat, je toilet is aangepast. Nou, al dat soort dingen, dus daar moet je goed over nadenken. Op de dag van uw ingreep meldt u zich in het ziekenhuis. Voordat de operatie begint, neemt u een glucosedrankje. Vervolgens wordt u opgehaald en meegenomen naar de operatiekamer. Die operatiekamer, dat is niet zo belangrijk, daar voel je niks van. Maar als je terugkomt, want na de operatie, dan komt het pas. Na de operatie komt u terecht op de uitslaapkamer. Hier kunt u even rustig wakker worden. De knieoperatie die is fantastisch gegaan. Ik ben wakker geworden en het was een en al vrolijkheid op de zaal. 4 uur na de operatie wordt u door de fysiotherapeut en verpleging uit bed geholpen om uw eerste stappen te zetten. Tijdens uw opnameperiode in Nijsmellingen wordt u begeleid zodat u weer zelfstandig kunt functioneren. Lopen dat is natuurlijk, daar moet je echt bij nadenken dat je dus de instructie volgt van de fysiotherapeut. Dat je het goede been voorzet en dat je goed met je krukken steunt. Op de verpleegafdeling van orthopedie is een huiskamer gemaakt voor alle patiënten. Deze huiskamer bevat stoelen die u stimuleren om een actieve zithouding aan te nemen. En tevens wordt u aangemoedigd om uzelf te voorzien van koffie en thee. Het is toch belangrijk dat u een aantal leefregels gaat hanteren. Die gaan we u heel erg duidelijk uitleggen. Bij een knieoperatie blijf uw knie goed buigen en strekken. Bij een heupoperatie buig de heup niet verder dan 90 graden. Kruis de benen niet over elkaar. Draai de benen niet naar binnen. Gemiddeld is het de derde dag na de operatie dat wij patiënten ontslaan. Er wordt gekeken of er geen medische complicaties zijn. De patiënt moet voor zichzelf kunnen zorgen en het is belangrijk dat zij de leefregels hanteren. U kunt gewoon in de auto naar huis, maar dit doet u als volgt. Zorg ervoor dat uw autostoel zo ver mogelijk naar achteren staat en bij een lage zitting kunt u van tevoren een kussen plaatsen. Om makkelijker op de stoel te kunnen draaien, kunt u een plastic zak op de zitting of op het kussen leggen. U verplaatst uw benen 1 voor 1 richting de stoel. En met uw handen ondersteunt u uw benen bij het optillen van uw voeten over de drempel. Vergeet voor het wegrijden niet om de plastic zak te verwijderen waarop u eventueel zit. 6 weken na de operatie mag u weer alle activiteiten doen. Maar probeer hier wel een balans in te vinden. Ja, ik heb ook ervaren hoor, dat je ook over de grens kan gaan. Dat je zegt van nou, ik doe eigenlijk te veel. Hè? Bij de nakontrole wordt gekeken of alles nog steeds goed met u gaat. En dat maximaal resultaat gaat u om en nabij op een jaar krijgen.
Veel fietsen, veel zwemmen, ga maar doen. Wij van Nijsmellingen wensen u veel sterkte en een voorspoedig herstel. Voor meer vragen kunt u contact opnemen met de Polykliniek Orthopedie.